laatste weer ingebroken. Bij mevrouw Lieskamp. Alweer? Dat is al de 6e keer binnen 2 weken. Ze hebben het hele huis ondersteboven gehaald. Het is toch ongelooflijk. Die inbrekers worden met de dag brutaler. En de politie steekt geen vinger uit. En niemand heeft iets gezien? Nee. Maar ik heb zo mijn eigen ideeën. Is het jullie niet opgevallen dat er wel heel veel wordt ingebroken sinds zij hier wonen? Die van Vlodder. Twee zoons van haar rijden maar af en aan in die patserige auto en sjouwen grote doos naar binnen. Geloof me, dat zijn zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Het is 1 grote dievenbende. Dievenbende? Ach, mevrouw Vlodder, goedemiddag. Wat was dat over een dievenbende? Nou, u weet wel, die inbrekers. 1 grote bende maken ze ervan. Een ontiegelijke bende. Ze breken overal in de hele buurt in. U gaat dan niet beweren dat mijn familie er iets mee te maken heeft? Ah, absoluut niet. Het idee. Nee, hoe komt u daarbij? Nee, dan is het goed. Maar het is natuurlijk wel vreemd dat er opeens overal wordt ingebroken. Zolang ze ons maar met rust laten. Ik denk dat ze u lastig zullen vallen. Toon bevalt me niks. Wat wou jij insinueren? Zonnendaal is altijd een heel fijne buurt geweest totdat u en uw familie hier kwam wonen. Opeens wordt er overal ingebroken. Lik me lap. Wou jij soms beweren dat wij eens met die inbraken te maken hebben? De feiten spreken voor zich. Is dat zo? Ik hoor anders jou alleen maar kwekken. En wat ik hoor bevalt me niks. Maar zo denken we er allemaal over. Niet waar, dames? Ik laat me niet beledigen en voor dief uitmaken. Ik zal jou eens met wat feiten om je ogen slaan. Hé, Johnny, kijk, daar is Polonaise. Ik ga verjaardagsrekening aanbieden. Dames, let wel op. Statiegeldflessen blijven wel eigendom van de fabriek. Pas op, ma. Straks doe je je eigen nog pijn. Akelig mens. Nu weet ik het zeker. Ik zal direct de politie... Hola, hola, hola. Ik heb net pas ingeschakeld. Waar gaat het allemaal over? Ze maken ons uit voor dieven. Dieven? Wij? Ja. Hou je maar niet van de domme. Gisteren is er hier verderop weer ingebroken. Nou, ik weet nergens van. Ja, dat zal wel. Maar bij ons kom je er niet in. We hebben een heel goede alarminstallatie. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar een beetje inbreken is toch echt zo binnen. Die raampjes boven de garage, die zijn niet eens op het systeem aangesloten. Nou, dat kun je goed zien, hè, van hieruit. Die zilveren stripjes, die zitten alleen op de onderste ramen, begrijp je? Ons maak je niets meer wijs. Wij weten genoeg. We halen de politie erbij. Die zullen dat huis van jullie nog wel eens doorzoeken. Ons huis doorzoeken? Zijn jullie nou helemaal in de modder gezakt? Er komt niemand ongevraagd ons huis binnen. Ja, de kerstman natuurlijk, hè. En zelfs die alleen nog op afspraak. Wacht maar af. Met een huiszoekingsbevel hebben ze daar volledig het recht toe. Dan zullen we nog wel zien waar die gestolen spullen zijn gebleven. Kom op, man. Ik heb veel aandacht aan besteden, man. Ze zitten waarschijnlijk in de overgang, dames. Een hele prettige ochtend. Lijkt me nu wel duidelijk. Ik heb altijd al gezegd dat het schorrimorrie is. Afblijven, dat is niet van ons. Als het niet van ons is, waarom staat het dan hier? Omdat wij er een tijdje op passen. Voor een goede kennis van ons die een paar jaartjes uit logeren is. Hij zit in de bak. Dankjewel, Kees, dat je het even uitlegt. Wat zit er dan in? Nou, in ieder geval geen pikante lingerie. Ja, het zal wel weer gejat wezen. Ik zou dat niet weten. Wat mij betreft zijn dit gewoon een paar dozen die wij bij wijze van vriendendienst een tijdje op zolder bewaren. Als een soort van huis van bewaring. Hey, Johnny. Hadden wij eerst ook niet zo'n autoradio voordat die gestolen werd. Wat zeg ik nou net? Ja, ongeveer zo eentje. Zo eentje hebben we er nooit gehad. Nee. Nou, breng me naar boven. Dus wat mij betreft zijn dit gewoon een paar kartonnen dozen, begrijp je?
niet in bed liggen? Die kleren, Harry, daar kan ik niet van slapen. Nou, dan ben jij echt de eerste. Er is nog nooit iemand wakker geworden als ik ergens binnenkom. Graag gezien de gast op feestjes en partijen dus. Wacht, ik wil het goed gemaakt. Ik heb hier in deze zak hele leuke cadeautjes. Jij mag iets uitzoeken. Net zoals bij Sinterklaas. Hier, kijk. Horloges. Zilveren bestek. Wat wil je? Een armband? Nee, heb ik al. Dat is namelijk mijn armband. Maar Johnny, Kees en Kees! Wacht, wacht. Wat wil je? Weer geld of zo? Ik wil naar mijn bed. Wie is die meneer, Toet? Geen idee. Hij heeft zich niet voorgesteld. Het lijkt erop dat die meneer zichzelf heeft uitgenodigd. Ik zou maar niks uithalen als ik jou was. Ik ben hier nogal handig mee. Ja, ik zie het. Dan moet je wel de veiligheidspal eraf halen. Ik zei toch dat ik hier heel handig mee ben? Zo, en wat heeft dat te betekenen? Je had zeker autopech. Je wilt alleen de ANWB even bellen. Hoe weet jij dat? Kees. Wat? Dit is dé inbreker. Hij is het die de afgelopen week al die kraak heeft gezet hier in Zonnedaal. Het is een snelle jongen. Dan loopt hij uitgerekend vannacht hier onze woonkamer binnen, die stommeling. Ontzettend stom. En dan krijgt hij ook nog autopech. Nou, wat doen we met dat heerschap? Ik denk dat we maar eens een telefoontje moeten plegen. Henkie, draai jij even de 061? Is die dan nog open, de ANWB? De politie, Kees. We gaan hem aangeven. Misschien krijgen we wel een beloning. Kunnen we goed gebruiken. Kijk, dat hadden jullie dus niet moeten doen. Dan wordt hij opeens bang. Laat ik het zo zeggen. Als ik de gevangenis indraai, mogen jullie met me meegaan. Hoezo? Nou, ik was toevallig boven bij jullie op de zolder. En daar zag ik van die dozen. Mag ik even de politie? Vreemde spulletjes, dacht ik nog. Kijk, mij kan je nog wijsmaken dat je autoradio's verzamelen als hobby hebt. Maar maak dat de politie eens wijs. Dus als jullie ze nou toch bellen, laat ze dan meteen een groter busje meenemen. Hebben jullie met z'n allen ook een gezellig uitje. Zeg, Johnny. Kunnen we hem niet gewoon koud maken? Geen haan die naar hem kraait. Niemand gaat die gast toch als vermist opgeven. Rustig, Kees. We moeten dit oplossen als beschaafde mensen. Zeg, Johnny, kunnen we hem niet achter de auto aanbinden en de straat een paar keer op en neer rijden? Gewoon dat de schrik er een beetje in zit. Maar voor je het weet heb je hem al flikken op je wagen. Dat was maar een ideetje. Kunnen we hem niet laten gaan? Ik kan het niet doen. Als we hem laten gaan, dan denken ze nog steeds dat wij de inbrekers zijn. Wie? Onze buren. Zou me niks verbazen als morgenochtend de witte muis al op de stoep staan. Mag jij raaien hoe lang het duurt voordat ze die doos op zolder hebben gevonden? Kunnen we die autoradio's niet eerst ergens wegbrengen en dan de politie bellen? Luister, die buren van ons, die houden ons in de gaten als een stelletje extras. Als wij in het holst van de nacht gaan sjouwen met drie vrachtjes verdachte dozen, dan worden we al klemgereden door de politie nog voordat ik hem in z'n twee heb gezet. Ik vind dat we moeten omleggen. Nee, we moeten hem laten gaan. Vergeet het maar, omleggen. Laten gaan? Omleggen. Laten gaan! Eerst maar een lekker bakkie koffie en een worstenbroodje. Blieft u vlees? Als ik het niet dacht. Ed, word eens wakker. Precies zoals ik al dacht. 3:30 in de nacht en bij de familie Flodders zijn de lampen aan. Ah ja, en? Nou, wat denk je? Ze hebben hem wekker verkeerd gezet. Je begrijpt er ook niks van. Ze zijn vast een volgende inbraak aan het voorbereiden. Maar dan zullen ze nog lelijk op hun neus kijken. Ik blijf wakker en bij het minste geringste bel ik de politie. En jij zorgt ervoor dat ze niet ontsnappen. Dus waag het niet om in slaap te vallen. Opa, jij bent. Hij heeft ons bij de ballen, Kees. We kunnen hem niet aangeven. En we kunnen hem ook niet laten gaan. Maar we kunnen hem toch nog steeds koud maken? Kees, jongen. Morgen staat de Prins en Marijn voor de deur. Wou je ze behalve een zolder vol met gestolen autoradio's ook nog even onze vriend laten opgraven in de tuin hier? Dat soort dingen vallen heel slecht bij een rechter. Nou, ik ben dood. Hey.
Johnny, ik wil wel eens gaan slapen. Het is al zo laat. Wat doen we nou? Ik weet het even niet, Kees. We hebben gewoon de pech dat hij zich bij ons heeft laten betrappen. En nou zitten wij ermee. En als hij nou ergens anders was betrapt? Ja, dan was het heel anders gegaan. Dan was de politie erbij gekomen. Die had hem ingerekend. Kan dat dan niet? Wat? Dat hij bij iemand anders in de straat inbreekt en betrapt wordt. Heb jij je brilletje nog wel op? Hij zit hier in onze woonkamer. Als je het nog niet hebt kunnen volgen. Hoe wou je nou... Hiernaast is het nog niet ingebroken. Als hij nou hiernaast zou inbreken... Ja, is alleen één probleem. Alarminstallatie van de neutenboompjes. Die slaapt nog vaster als de neutenboompjes zelf. Tja, daar moet je iets op vinden dan, hè? Ja, nog iets. Waarom zou onze vriend hiernaast gaan inbreken? Die had het vannacht wel voor gezien. Nou, dan moet ik er iets op vinden. Niet? Ed, wat was dat? Ed, ik hoorde iets. Ik hoorde niks. Stil nou. Daar is het weer. Een soort van... Heb jij dat raam opengezet? En dat met die inbrekers van hiernaast? Doe het onmiddellijk dicht. Hé, hey, zet dan maar meteen de voordeur open. Hallo inbrekers, neem alles maar mee. Dat zou jij doen. Je hebt ook totaal geen verantwoordelijkheidsgevoel. Zeg, hoe laat gaan jullie sluiten? We moeten gewoon wel eens naar huis. De vrouw heeft niet gehad dat ik zo laat thuis kom. Dus wat doen we? Wat jammer dat u alweer gaat. Tenminste, als je nu laat gaan, want van mij mag u, hoor. Ja, kunnen jullie tenminste naar bed. Ik heb het wel gehad. Mij zien jullie hier niet meer terug. En dat terwijl u er zo goed in bent? Goed in? Waarin? Dat inbreken natuurlijk. Er wordt al wekenlang ingebroken in de buurt en niemand weet wie het gedaan heeft. Was u dat allemaal? Misschien. Ja, ik denk het wel. Maar hoe gaat het nou eigenlijk, dat inbreken? Ziet u een huis staan en denkt u dan van, die daar? Of hoe gaat dat? Nou, het is een kwestie van aanvoelen. Een gave, je rijdt door een straat heen en dan denk je, dat daar. Toen je ons huis zag staan, dacht je dat ook? Ja, zoiets van, hier is wat te halen. Knap dat u dat ziet. En dan? Nou, dan moet je eerst kijken of er een alarminstallatie aanstaat. En wat voor type dat dan is. Kunt u dat zo zien? Och, meisje. Zelfs het allernieuwste Fort Knox model 2001 haal ik zo eruit. Geluiddetectie, bewegingsdetectie. Ja, het alarmsysteem wat ik niet ken moet nog worden uitgevonden. Ongelooflijk. Wilsje? Oh, ja. Och, ja. Waarom ook niet. Voor mij zit het werk er vandaag toch op. Zeg, Johnny, wat zegt Kees tot met die vrije te praten? Onderdeel van het plan, Kees. Onderdeel van het plan. Plan, welk plan? We hebben iets bedacht om die inbreker te laten oppakken door de politie... zonder dat ze hier binnenkomen snuffelen. Oh ja, hoe wij dat doen? Simpel, kijk. Onze Kees hier, die legt op dit moment het grondwerk. Noem het maar een basis. En meneer wordt, zonder dat hij het zelf weet, erin geluisterd. Dat is waar wij binnenkomen. Het aas is uitgezet. Nog enige pressie van onze kant. En dan... En dan, en dan, en dan. Dan haalt hij toe. Mevrouw? Mevrouw? Ja? Was dat het laatste broodje? Met mijn verwolking. Johnny, het is nou wel allemaal heel gezellig zo. Maar ik wil zo langzamerhand wel eens naar mijn nest. Hoe lang blijft die vrije hier nou? Niet zo gek lang meer, man. Johnny heeft een plan. Wat voor plan? Wacht maar. Het heeft iets met een broodje worst te maken. En dan heb je dus twee mogelijkheden. Of die gele draad leidt naar dat stille alarm. Of... De bruine draad. Precies. Dus ik hang daar. Aan dat balkon. En ik denk, ach, je leeft maar één keer. Dus ik neem die bruine draad. Maar je ziet het was de goeie.
Anders zat ik hier niet. Bent u toch knap dat u dat allemaal kan? Ja, ja, dan moet wel eens aan voorbij gegaan. Dat het dus wel vakwerk is, hè, wat jongens als ik leveren. Sterker nog, ik geloof dat ik zo'n beetje het beste ben wat er op dit gebied rondloopt. Nou, 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 bravo. Mooi vakwerk. Maar als je dan zo'n held bent, waarom zit je dan hier met je grote mond aan de ontbijttafel betrapt door dat kleine meisje? Hé, zal ik je wel vertellen dat ik in al die 15 jaren nog nooit ben gepakt. Oh, en hoe noem je dit dan? Dit telt niet. Als die uk niet wakker was geworden, dan... Was wel een beetje op je woorden, hè? Nou, voor mij mag je gaan, hoor. Een amateur zoals jij hebben wij hier een bloedje. Amateur? Heken. Laat je hem gaan, Johnny. Jij weet niet wie je voor je hebt, man. Ik bedoel, ik ben een professioneel. Zal ik jou eens wat vertellen? Jij kent nog geen spaarvarken kraken. Tot nu toe heb je alleen maar geluk gehad. Al die alarminstallaties hier in de buurt zijn vaak ouder dan het antiek dat ze moeten beveiligen. Dat is helemaal niet waar. Ach, iedere boerenlul met het IQ van een babybaviaan had die kraken kunnen zitten. Sterker nog, zelfs Kees zou beter werk hebben afgeleverd dan jij. Jij bent gewoon niks meer dan een eerste rangs amateur. Is dat zo? Maar jij kletst. Je weet niet wat je zegt. Ik ben een van de grootste hier. Ja, vast. Ga nou maar gaan met al je praatjes. Nee, wacht. Ik zal het bewijzen. Moet jij nou maar eens zeggen waar ik moet inbreken. Wat? Nou, zeg dan. Wijs maar eens een huis aan. Dan breek ik daarin. Hè, erin en eruit zonder het alarm af te laten gaan. Zal ik het je laten zien? Nou? Tja, mijn moeder wil eigenlijk naar de nest. Ja, je kan me niet zomaar wegsturen. Ik heb recht op een nieuwe kans. Nou, vooruit. Laat maar eens zien wat je kunt. De buren. Ga maar eens een T7 jatten zonder het alarm af te laten gaan. Ik denk dat je tuinpad nog niet eens haalt. De buren? Ja. Waarom niet? Dat huis hiernaast dus. Exactimento. Maar, dat is een makkie. Ja, dat dacht je van ons huis ook. Ook helemaal niks aan jou. Zal je zien dat het hier dadelijk wemelt van de inbrekers. Sta ik er weer helemaal alleen voor. Mijn moeder heeft me hier altijd al voor gewaarschuwd. Wat doet hij nou? Hij kruipt de garage op. Mevrouw, de boel, dat gaat niet goed. Hij had beneden door een raam moeten klimmen, niet op de bovenverdieping. Nou gaat dat pokkenalarm natuurlijk niet af. Ja, dat komt omdat hij de beste is. Je mag nou wel weer gewoon normaal doen, Kees. Maar hij is echt goed, Johnny. Hij vertelde van die keer dat hij in de Nederlandse bank had ingebroken en dat hij... Nu even niet, Kees. Loopt alles nou nog volgens plan, Johnny? Ik had nog zo gezegd dat we moesten omleggen. Moet je nou toch eens zien? Jongens, laat me even rustig nadenken. Er moet toch een manier zijn om de neutenboompjes wakker te krijgen? Waarom bel je ze niet gewoon? Natuurlijk, bellen. Henkie, zoek jij het nummer even op. Niemand die slaapt door een rinkelende telefoonlijn. 2488. Hij gaat over. Nou hoor ik toch echt iets. Hoe klonk het ongeveer? Als, ja, als een telefoon. Heb je hem opgenomen? Nee, het hield ineens op. Wie belt dan ook midden in de nacht? Moeten ze gedacht hebben? Ik vertrouw het niet. Zo'n telefoon die overgaat en dan ineens... stilte. Heerlijk toch? Ik begrijp er niks van. Hij is één keer overgegaan. Nou is hij in gesprek. Laat mij maar even. Ik zal ze even wakker maken. Wakker maken? Kees, wacht eens. Wat ga je doen? Je mag wel wat harder schreeuwen. Hij is al bijna buiten. Met de vriendelijke groeten van uw attente buren. Hey, lijpert, waar denk je dat je mee bezig bent? Ze moeten toch wakker worden? Ja, de buren, niet de hele buurt. Maar ik dacht dat... Ja, dat moet je dus nou doen, Kees. Zie je nou wel. Nou, Johnny, en wat nou? Lijkt mij een hele gisse jongen. Even nadenken. Er moet toch een manier zijn om de politie bij die neutenboompjes te krijgen. Waarom bel je ze niet gewoon? Het lijkt mij geen slecht plan, Johnny. Oké, wat jullie willen. Het lijkt mij een beetje voor de hand te liggen. Dit is dus nieuw voor mij. Ja, hallo. Ik wilde graag een inbraak rapporteren. Ja, Netelweg 15. Precies, ja. Naast dat tuig van Vlodder, ja. Nou, ze nu nog niet wakker zijn. Okay. Jezus, wat een knal was dat. De politie komt zo snel mogelijk hier naartoe. Ze patrouilleren toch net in de buurt, zei ze.
toch wel een beetje gek, hè? Wachten op de politie. Ja, maar ik wil toch wel eens zien hoe ze onze vriend op hete daad gaan betrappen. Ik hoop dat het hem lukt. Goed ingeschat, Poppy. Hier ben ik weer. Oh, ik wist het wel. Hey, wacht eens even. Wat doe jij nou hier? Jij zou inbreken hiernaast. Dat was de afspraak, weet je nog? Heb ik ook gedaan. Oh ja? En hoe kunnen wij dat weten? Heb je iets bij je? Bestek, juwelen, horloges? En wat mag dit dan wel voorstellen? Dat is de alarminstallatie van die buren van jullie. Ik zei jullie toch dat die goed was? Ah, je mond, Kees. Nou, en wat zeg je nou? Hè? Wie heeft nou de grote mond? Hè, dit is wel even wat anders dan een paar autoradiootjes. Dit is het betere werk. Ja, dit is... Oké, je hebt gewonnen. Proficia. Ahahaha, nou wil hij wel pootjes geven, hè? Nou weet hij wie die voor zich heeft. Ja, ik moet toegeven dat ik onder de indruk ben. Ik neem mijn woorden terug. Beste familieleden. Ik denk dat wij vanavond het genoegen hadden getuigen te mogen zijn van het vakwerk van een van de meest geniale insluipers van het westelijk halfrond. Oh, oh, nou, zoveel stelde het niet voor, hoor. En buiten het feit dat hij eenzaam aan de top staat, is het ook nog eens een buitengewoon bescheiden mens gebleven ook. Het was mij een waar genoegen om je te leren kennen. Ik vond het heel gezellig. Als we niet oppassen, wordt het zo nog een stuk gezelliger. Hoe zat het nou met dat broodje worst? Nou, beste mensen, het was me waar genoegen. Komt u nog eens terug? Nou, dat kan ik niet zeggen. Deze buurt heb ik nu bijna gehad en ik... Als je maar even belt van tevoren, hè. We houden niet zo van die onverwachte bezoekjes. En nou, tot ziens, hè. Niks vergeten, heb je alles? Ja, hoor. Ik ben wel wat kwijtgeraakt met kaarten, maar dat mogen jullie wel hebben. Mijn portemonnee. Ik had hem net nog in. Ik zal hem toch niet hiernaast verloren hebben? Mijn rijbewijs zit erin. Zeg, wat heb je hier ineens? Nee, je hebt het gehoord, man. Hij is zijn portemonnee verloren hiernaast. Met zijn rijbewijs erin. Dan kun je net zo goed meteen je naam op de gevel spuiten. Oké, stil zijn jij. Je staat onder arrest. Kom maar eens heel langzaam naar beneden. Nou, opgeruimd staat netjes. Zo zie je maar hoe je kunt vergissen. Een prima alarminstallatie, toch? Ja, ik kan me niet herinneren dat het alarm is afgegaan. Ja, jij lag ook te slapen. Hoe denk je anders dat die politie er zo snel bij was? Het is me toch wat. De brutaliteit van die inbrekers vandaag de dag. Ja, het is me toch wat. Ik wist ook wel dat er niet iemand uit de straat kon zijn. Dit soort is wel heel brutaal. Kunnen we eindelijk weer eens rustig slapen? Ja. Hoe zit dat met ons huis doorzoeken? Huis doorzoeken? Ja, ik meen toch dat ik daar gisteren iets over gehoord heb. Ach, gisteren waren we allemaal een beetje overstuur, niet? Ik denk dat we allemaal blij zijn dat het goed is afgelopen en dat de inbreek... Niet waar, dames? Ja, hoor. Oh, is het alweer zo laat? Ik moet morgen vroeg op. Nou, welterusten en tot ziens, hoor. Welterusten. Inbrekers. Wij. Ik dacht dat die gozer echt goed was. Maar wie laat nou zijn rijbewijs liggen als de inbreker? Wat een eikel. Ja, Kees, zo zie je maar weer hoe je je mensen kan vergissen. Is toch niet te geloven, hè, Johnny? Wat een knoeiwerk, hè? Ach ja, Kees, wat heb je eraan om ongemerkt iemands huis binnen te sluipen als je niet eens weet wat er in je eigen broekzak omgaat? En dan zomaar wegrennen zonder een bedankje of iets? Nee hoor, wat mij betreft komt die gast er bij ons niet meer in. Hoe kom jij nou aan zijn portemonnee? Dat leg ik je nog wel eens uit, Kees. En hoe zit het nou met dat broodje worst?